Welkom bij Wijn Plus Koken. Welkom. Vanuit de keuken van restaurant De Vierlinde, vanzelfsprekend. Wij maken ons klaar voor het dessert van vandaag. Wat gaat het worden? We gaan crêpe suzette gaan maken. Dus dat betekent dat we hele dunne flanges gaan bakken. Met een lekkere saus, een stroperige saus van sinaasappel en grand marnier. En daarbij serveren we een lekker balletje vanille-ijs. En doen we ook een chocolade sinaasappel krokantje bij. Dus, klinkt heerlijk. Thuis het ook. Ik ga eens nadenken wat voor lekkere wijn we erbij kunnen selecteren. En dan wens ik jou veel succes. Komt goed. Tot zo. Dankjewel. Tot de volgende keer. Yo, hoi. Zo, dan gaan we beginnen. Crêpe suzette wil dus zeggen dunne flanges. Nou, dan gaan we dus eerst een soort beslag maken. Nou, dan komt het een beetje overeen met een pannenkoekenbeslag. Alleen flanges maken we gewoon flinterdun. Wat we daarvoor nodig hebben is eieren. Heel ei. Melk, poedersuiker. Nou, dan gaan we even de eitjes loskloppen. Dan wil ik er graag ook wel eens een klein beetje sinaasappelsmaak in hebben. Nou, het beste is dus om de schil te gebruiken. Niet te veel. Schil is natuurlijk bitter, dus we gebruiken echt alleen het oppervlakte daarvan. En dat doe ik nou trouwens met een zesteur, zo noem je dat. Die kunnen het ook gewoon met een mes snijden. Nou, dan moet je dus gewoon heel het beste dan de meeste onderkant en de bovenkant te verwijderen. Dan zie je ook gewoon met de schil. En dan flinterdun. En dan de julienne snijden. Jullie allemaal zeggen hele dunne reepjes. Zo. Ja, dan voegen we ook wat boter bij, al roerend. Roomboter, gesmolten. En de patentbloem gezeefd. Kloppen we door tot er geen klontertjes meer in zitten. Ook dit kan natuurlijk met een keukenmachine. Zo, laten we dit heel eventjes rusten in de koelkast. Zo, we kunnen aan de slag met de saus. Voor de saus hebben we suiker, poedersuiker, grand marnier, boter en sinaasappel. Nou, die sinaasappel die gaan we ook weer eventjes de schil gaan we met de zesteur. Kleine stukje schil. Nou, in dit geval wil ik ook partjes sinaasappel hebben en we hebben ook sinaasappelsap nodig. Nou, voor die partjes gaan we eerst de sinaasappel schillen. Als je thuis niet zo'n vlijmscherp mes hebt, werkt een broodmes ook prima. Nou.
En dan gaan we de partjes uit de sinaasappel snijden. Zo ziet er allemaal lamelletjes in zitten. Dan snijden we ze tussenuit. Dan snijden we weer wat stukjes uit. Nou, de pan heb ik al opstaan. Boter gaat erin. En die boter is lekker. Dat zorgt ook een beetje voor de stroperigheid van de saus. Suiker voegen we eraan toe. Laten we het mooi karamelliseren. Nou, als je karamel maakt, moet je er eigenlijk niet te veel doorheen roeren. Ga je er doorheen roeren, wordt het klonterig, gaat het grijnzen. Dat kunnen we zo min mogelijk doen. Nou, ondertussen dat we wachten zijn tot de suiker karamelliseren, heb ik hier alvast de chocola. Die heb ik laten smelten. Aubergine, dat wil zeggen vocht aan de onderkant, laten we koken. Dus dat we rond de 70, 80 graden zitten, dan kan de chocola lekker smelten. Ook daar gebruiken we de schil bij. Zoals jullie zien begint de suiker nou... Begint hij al te karamelliseren. Moet u goed in de gaten houden. Dat kan ontzettend snel gaan. Nou, sinaasappel, rasp, schil. Mengen we door de chocola heen en smeren we uit over dit plateau. Dan zetten we mooi in de koelkast. Dan hebben we daar mooie chocoladescherven. Zo, de karamel is mooi gekarameliseerd. Voegen we de crème brûlée toe. Wel voorzichtig, want er kan natuurlijk nou een vlammetje bij komen. Nou, dat is nou niet het geval. Ja. Nou, het vuur kan nou zacht. Laten we hem rustig reduceren. De poedersuiker er nog bij. En een stukje sinaasappel. Ja. Zo. Dan kunnen we beginnen met de flensjes. Daarvoor gebruiken we een beetje olie, zonnebloemolie. Niet te veel, we hebben ook echt een goede pan nodig. Dat is al iets te veel. We kunnen ook gewoon kleine flijntjes maken. Nou, hoeft niet over de hele pan. Het flijntje is nu mooi gebakken. Dan moeten we hem omdraaien. Nou, dat kan op deze manier. Nou, mocht u dat thuis niet zo prettig vinden, dan kunt u hem ook op een bord leggen. Op een bord schuiven. Of met een pan. En dan weer omdraaien. Nou, het flijntje moet natuurlijk behoorlijk dun zijn. Dan is hij ook redelijk snel gaar. Ja. Nou, ik heb nu twee flijntjes gebakken. Die gaan we even in de oven zetten. 2 minuutjes, 180 graden. In de tussentijd kunnen we onze saus opwarmen.
de chocola breken en kun je het gerechtje op gaan maken. Zo, we hebben de flijntjes hebben we nou in de oven gehad. Ze zijn goed heet. Nou, die klappen we mooi zo op deze manier. Eerst dubbel, nog een keer dubbel. En die leggen we mooi op bord. Ja. Dan hebben we de sinaasappelsaus en een bolletje vanilleijs hebben we daarbij nodig. Die zetten we in een flapje. Chocoladekoekantje hebben we nog. Je gemalen pistache. En zo is mijn crêpe Suzette klaar. Mooie uitvoering wederom. Schitterend gerecht, Wouter. Complimenten. Het is een zoet dessert. En ja. Daar moet dan ook een zoete wijn mee, denk ik. Ik heb gekozen voor een wijn uit Californië. Van Gallo. En de familie Gallo. Of ja, eigenlijk, van oorsprong heet het gewoon Gallo. Want het is een Italiaanse familie. Uit Piemonte, dus Noord-Italië, daar komt de familie oorspronkelijk vandaan. Is de derde generatie wijnmakers in Californië. De starters van het bedrijf waren Ernest en Julio Gallo, broers. En ondertussen zijn er 17 familieleden die het wijnbedrijf runnen. En wereldberoemd. En deze wijn is gemaakt van de Moscato, dus de muskaatdruif. Dus van oorsprong waarschijnlijk een Turkse druif. Die in de Romeinse tijd door de Romeinen eigenlijk over het hele Middellandse zeegebied uitgewaaierd is. En vandaar dat ze ook in heel veel landen muskaatwijn maken. En uiteraard, Californië is het nieuwe wijnland, of wijnstaat eigenlijk, hè. Het is een staat van Amerika. En daar wordt deze ook aangeplant. En het is een hele aromatische druif en die zorgt vaak voor zoete wijnen. Daar leent hij zich perfect voor. En ik denk... Een lekkere zoete wijn bij de crêpe Suzette met karamelsaus en een sinaasappeltintje. Een heerlijke combinatie. Dus heerlijk om thuis van te genieten. Probeer het zelf een keer of kom een keer naar restaurant de Villaine om het te proberen. Dank voor het kijken. Ja, dat was het weer voor deze week. Graag dat was tot het dessert. Volgende keer. Volgende keer hebben we weer lekker weer drie gerechtjes voor u. Tot dan.